Saluton. Zou het niet mooi zijn als er een neutrale taal op de wereld was? Een taal waarin we met elkaar zouden kunnen communiceren zonder dat die taal behoorde tot een bepaalde natie, tot een bepaald land, tot een bepaalde etnische groep. Dat was het idee dat in de 19e eeuw de Pools, Joods, Russische oogarts Leiser Zamenhof inspireerde tot het maken van een taal die hij noemde Esperanto. Het idee hing in de 19e eeuw al in de lucht. Het idee dat er misschien wel een neutrale taal gemaakt zou kunnen worden. Een taal die democratischer zou zijn, omdat iedereen hem zou kunnen leren. Een taal die makkelijker te leren zou zijn voor iedereen dan de bestaande, de nationale talen zoals het Frans, die dat in de praktijk in de 19e eeuw in Europa in ieder geval de rol speelde van internationale taal. Het idee hing in de lucht. Er waren voor Zamenhof in 1887 met zijn boekje kwam al verschillende plannen geweest. En sommige daarvan waren zelfs redelijk succesvol geweest. De laatste succes was een taal die heette Volapük, waarbij Vol stond voor world en Puk stond voor speak, want de woordenschat van die taal was voor een groot deel gebaseerd op het Engels, hoewel de taal gemaakt was door een Duitse Rooms-katholieke priester genaamd Schleyer. Die taal Volapük die was echt wel redelijk succesvol, laten we zeggen zo'n beetje in de jaren 80 van de 19e eeuw. In heel Europa waren er clubs van mensen die die taal beoefenden. Er werden boeken uitgegeven, er werden tijdschriften uitgegeven. Er was ook wel her en der op officieel niveau bij landen belangstelling voor dit soort ontwikkelingen. Zouden we niet kunnen komen tot zo'n taal? Het was echt een 19e eeuws idee, zou je kunnen zeggen. De 19e eeuw, een eeuw waarin techniek ervoor zorgde dat mensen dichter bij elkaar konden komen, letterlijk. De trein maakte reizen veel gemakkelijker. Telegrafie maakte communicatie over landsgrenzen veel gemakkelijker en eenvoudiger. En precies daardoor werden mensen ermee geconfronteerd dat het menselijk aspect van die communicatie nog niet zo gemakkelijk was. En ook 19e eeuws was dan het idee dat we nu maakbaarheid zouden noemen. Maakbaarheid van de mens, maakbaarheid van de samenleving, maakbaarheid van de taal. Dus als bestaande talen lastig te leren zijn, en of als we het idee hebben dat we het er nooit over eens zullen worden welke taal dan precies gebruikt gaat worden voor internationale communicatie, waarom bedenken we dan niet een taal die makkelijker is? Waarom optimaliseren we de taal eigenlijk niet? Waarom maken we niet een zo gemakkelijk mogelijke taal? Nou, Volapük had dat idee, maar het had twee problemen. Het eerste, misschien nog wel het minst belangrijke, was dat die taal misschien helemaal niet zo heel gemakkelijk was. Had een heleboel naamvallen. Volapük schrijf je met een U-umlaut en dat spreek je ook uit met een U. En dat is nou niet een klinker die mensen over de hele wereld gemakkelijk zeggen. Ladies o Volapukaflens da Volalik. Maar een belangrijker probleem was misschien nog wel dat die Schleyer een katholieke priester was en zijn beweging had opgezet volgens de structuur van de katholieke kerk, met hemzelf als de paus van het Volapük. Je mocht bij wijze van spreken geen woord bedenken, je mocht geen nieuwe constructie gebruiken, je mocht geen boek of tijdschrift uitgeven zonder zijn toestemming. En zo werkt een taal nu eenmaal niet. Een taal kan niet afhankelijk zijn van één persoon. In een taal moeten mensen
zich kunnen uitdrukken naar hun eigen omstandigheden. En dat kan één persoon niet allemaal gaan goedkeuren. Laat staan natuurlijk een wereldtaal, zoals uiteraard de bedoeling was. Een taal die door iedereen over de hele wereld gebruikt zou worden. Bovendien geldt dat misschien nog wel sterker voor zo'n kunsttaal, zo'n bedachte taal, want die trekt zeker in het begin mensen aan met een bijzonder soort karakter. Mensen die in de eerste plaats behoorlijk eigenwijs zijn, want je gaat een taal leren waarvan de meeste mensen denken, wat heb dat nou voor nut? Dus je bent er niet bang voor dat je omgeving een beetje raar opkijkt van je gedrag. Je moet dus eigenwijs zijn. Bovendien moet je houden van taal, moet je houden van spelen met taal. Kortom, het trok allerlei mensen aan die het leuk vonden om zelf ook nog dit of dat te bedenken. Maar ja, dat stuitte dus steeds op het obstakel van deze Slayer. Die vond bovendien ook nog eens keer vond dat hij die taal door goddelijke inspiratie had gekregen. Ja, het stortte, het kwam razendsnel op en het stortte uiteindelijk ook weer in. En precies op dat moment kwam Zamenhof, niet zo gepland, maar toevallig kwam Zamenhof op dat moment een Pools-Joods-Russische oogarts. Ik zei het al, Joods is daar een belangrijk term in. Onder andere omdat dat betekende dat hij, hij had niet veel geld. Hij had alleen maar Joodse patiënten in Warschau, die waren over het algemeen niet heel erg rijk. Hij gaf met zijn bruidsschat, hij maakte gebruik van zijn bruidsschat om in eigen beheer een onooglijk boekje uit te geven. En binnen een paar jaar explodeerde dat. En dat kwam, denk ik, voor een groot deel omdat hij kon voortbouwen op de infrastructuur die er al bestond voor dat Volapük. Een heleboel clubs gingen over. Tijdschriftredacties gingen over. Mensen hadden zich al georganiseerd rond dat idee en vonden nu een betere taal. En die taal was onder andere beter, ik denk, omdat die inderdaad eenvoudiger was. Dat was ook Zamenhof's belangrijkste gedachte. Maar ook omdat hij in dat boekje dat hij onder pseudoniem publiceerde, hij noemde zijn taal oorspronkelijk internationale taal, internatia lingua. Maar hij noemde zichzelf Doctoro Esperanto. Esperanto, degene die hoopt. En hij gaf het uit onder pseudoniem en zei in dat eerste boekje, hiermee geef ik mijn taal aan de gemeenschap, aan de mensen die hem gaan gebruiken. Ik doe afstand als auteur van al mijn rechten. Dat accepteerden de volgers vervolgens niet helemaal, al heel snel werd wel bekend wie er achter dat pseudoniem stak en zijn leven lang zou hij toch wel als een soort autoriteit gelden in taalzaken, maar hij was nooit dé autoriteit. Er was altijd de mogelijkheid om het net een beetje anders te doen. Zamenhof zelf, het Joodse van Zamenhof zelf was ook nog op een andere manier denk ik belangrijk. Hij was aan die taal begonnen als kind, als 12, 13-jarig kind, heeft hij later gezegd. En we weten ook al, we kennen in ieder geval al fragmenten uit die taal uit 1878, toen was hij 19 jaar oud. Waarschijnlijk was zijn oorspronkelijke idee, hij kwam uit Bialystok, een stad in het Russische Rijk, toen tegenwoordig in Polen, maar het werd ook als Litouws beschouwd, met een zeer grote groep van Joodse inwoners, zoals Zamenhof zelf, die echter niet werden geaccepteerd. En hij dacht onder andere omdat ze geen eigen taal hadden, omdat ze altijd de taal van anderen moesten spreken, Duits of Pools of Russisch. En ze hadden geen eigen taal, want Jiddisch, wat ze meestal spraken en waarvan we nu zouden zeggen dat was dus hun eigen taal, dat werd door velen gezien als een soort van verbasterd, dus minderwaardig Duits. En Hebreeuws, dat heel veel Joden ook kenden ze vooral om religieuze teksten in te citeren. En niet zozeer als een moderne taal. Dat moderne Hebreeuws zou ook pas later ontstaan in wat we tegenwoordig Israël noemden, door actieve pogingen om die taal opnieuw te doen herleven.
Hij wilde oorspronkelijk, denk ik, een taal maken om dat probleem op te lossen, maar al snel, waarschijnlijk al als jongere, als kind, ontdekte hij dat hij die taal ook kon uitbreiden en voor de hele wereld geschikt zou kunnen maken. Voor de hele wereld betekende in zijn ogen vooral de hele, ja, wat hij zag als de beschaafde wereld, Europa, misschien Amerika er nog bij. Maar het was een Europees idee voor een Europese taal. Het zou ook eigenlijk altijd een Europese taal blijven en heeft ook allerlei slagen moeten ondergaan, is zwaar gehavend geraakt, precies door die Europese geschiedenis. Zamenhof zelf overleed in 1917, misschien niet helemaal toevallig, tijdens de Eerste Wereldoorlog, vol zorg. Er was al infrastructuur opgezet voor het Esperanto. Er waren al congressen geweest waarin mensen Esperanto spraken met elkaar. Dat had hij nog kunnen meemaken. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog kon er natuurlijk niet meer gereisd worden door Europa. Was onduidelijk of dat ideaal van, ja, uiteindelijk toch van mens tot mens met elkaar kunnen spreken, in plaats van als Pool tot Rus of als Fransman tot Engelsman of Duitser tot een van die andere groepen, zou dat ook nog wel gehaald kunnen worden. Het centrum van de beweging lag vervolgens, of in ieder geval een belangrijk centrum van die beweging lag vervolgens in dat Russische Rijk waaruit hij zelf ook voort was gekomen. Alleen, 1917, daar kwamen de communisten aan de macht en en die communisten, laten we zeggen, in de allereerste periode was daar misschien nog wel een soort sympathie voor de internationale gedachte die dat Esperanto had, maar toen Stalin aan de macht kwam, was dat natuurlijk al snel afgelopen, want Stalin moest niets hebben van internationale communicatie, zeker niet als die zich buiten zijn controle bevond. Dus heel veel Esperantisten, Russische Esperantisten, zijn in de jaren van Stalin vermoord. Zoals heel veel mensen vermoord zijn, en met name mensen die zich dus met internationale contacten bezighielden. Vervolgens verschoof dat centrum zich nog eens een keer naar Duitsland. En ook Hitler moest natuurlijk niets hebben van deze Joods-bolsjewistische taal. En in Mein Kampf spreekt hij zich zelfs uit tegen dat Esperanto. En hij heeft daar ook vervolgens naar gehandeld. Die slagen, die haveningen van de 20e eeuw, is de taal misschien eigenlijk nooit te boven gekomen. Het is niet duidelijk wat er zou zijn gebeurd met die taal als die haveningen er niet waren geweest. Maar dit waren wel heel erg zware, belangrijke slagen voor die taal. Toch is de taal altijd blijven bestaan. Het heeft nooit de miljoenen aanhangers gehad die Zamenhof zich voorstelde. Laat staan de tientallen of honderden miljoenen of misschien zelfs miljarden die er uiteindelijk nodig zouden zijn geweest om dat ideaal te bereiken. Maar interessant genoeg bestaat de beweging nog steeds wel. Zijn er nog steeds mensen, ja, hoeveel weet je niet precies, want je hoeft je nergens te registreren, maar toch waarschijnlijk enkele tienduizenden in de wereld die die taal gebruiken. En in mijn ogen is dat eigenlijk, het is verleidelijk gegeven de enorme ambities die er waren in het begin om hierover heel erg na te denken in termen van een mislukking. En het is waar, die ambities zijn nooit gehaald. En het is niet duidelijk dat op dit moment hier in het begin van de 21ste eeuw dat die ambities zelfs maar dichterbij zijn dan ze waren aan het eind van de 19e eeuw. Maar tegelijkertijd kun je denken, ja,
Er is dus daar iemand geweest die in 1887 van zijn bruidsgat in eigen beheer een boekje uitgaf. En nu nog steeds worden er YouTube-filmpjes gemaakt in die taal. Nu nog steeds komen mensen bij elkaar om die taal te praten. Nu nog steeds zijn er podcasts in die taal, zijn er boeken in die taal, worden er romans geschreven in die taal. Ik heb hier thuis, ben nu thuis en ik heb niet de allermodernste boeken, maar er worden Chinese boeken vertaald in het Esperanto. Er zijn dikke woordenboeken. Dit is ook niet de allerlaatste editie van dat woordenboek. Dus Zamenhof zelf vertaalde al boeken. Dit is de bloemlezing, de fundamentele bloemlezing die hij uitgaf. Fundamenta Crestomatio. Dit is La Revisoro, de revisor van Gogol. Allebei vertaald door Zamenhof. Ja, die Crestomatio bevat ook niet vertaald werk. Uit het Nederlands werd ook vertaald. De Leeuw van Vlaanderen bijvoorbeeld. Maar er worden tegenwoordig ook nog steeds romans geschreven in deze taal. Er worden verhalenbundels geschreven in deze taal. Er zijn dichters geweest die hun verzameld werk helemaal in deze taal hebben geschreven. Modernistische dichters, zoals in dit geval William Auld. Een Schot die overigens inmiddels ook al overleden is. En dat is denk ik interessanter dan het feit dat het niet het ambitieniveau heeft gehaald. Oké, maar hoe zit deze taal dan nu precies in elkaar? Wat waren de principes van deze taal? Laat ik even nog zo'n vertaling van Zamenhof nemen. Hamlet. Dat geeft het aardig aan. Hamlet van Shakespeare. De Zamenhof die vond literatuur een belangrijk instrument voor het ontwikkelen van een taal. Een echte taal was nauw gelieerd aan een literatuur. En hij was zelf niet echt een groot dichter, al heeft hij wel gedichten geschreven die iedere Esperantist uit zijn hoofd kent. Tradensa malumo briletas la cello al quiu courage ni iras. Simile al stello en nocta cielo al ni la directa tongi diras. Prachtig, prachtig. Maar hij was dus, hij heeft een handjevol gedichten geschreven, ook de tekst van de Esperanto hymne en la mondo venis nova sento tra la mondo iras forta voco per flugillo ed e facilla vento nun de loco flugugi a loco. Dus niet een groot dichter, maar hij vertaalde wel en onder andere dus Shakespeare. Om te laten zien ook zoiets dieps en moois als Shakespeare kun je uitdrukken. Tu esti au ne esti. Tiel staras nun la demando. Tu is Pools woord dat je in het Pools en in het Esperanto dus zet aan het begin van een vraag. Om te laten horen, dit is een vraag. Te zijn of niet te zijn. Esti zijn, au ne esti. Tiel staras nun la demando. Demando, is duidelijk, betekent vraag. En de meeste woorden zoals demando komen in het Esperanto uit Romaanse talen. Waarom? Dus in de eerste plaats golden Romaanse talen als mooi, als zoetvloeiend. En in de tweede plaats, waarschijnlijk belangrijker nog, was de internationale talen uit het verleden van Europa waren natuurlijk geweest Latijn en nog steeds in die tijd Frans. En mensen kenden die talen en dus kan je,
als je, en dus kan je, als je een beetje ontwikkeld bent als 19e eeuwse Europeaan, Latijn en Frans lezen, en dan kan je eigenlijk ook een heleboel Esperanto al meteen begrijpen, want de woordenschat is voor 80-90% gebaseerd op die talen. Laten we zeggen 80%. En dan de 20 andere procent daarvan komen een deel uit het Duits en het Jiddisch, uit Germaanse talen. Tiel staras nun, nu, la demando. Nun zou nog nunc kunnen zijn. Maar er zijn allerlei gewone woorden die uit Germaans staan. Ook trouwens een enkele keer uit het Engels. Birdo voor vogel. Boato, interessante spelling, uitspraak voor boot. Schipo voor schip. Goed, dus uit die talen. Er is één Nederlands woord waarschijnlijk in. Melki voor melken. En dan zijn er nog wat woorden uit Russisch en uit Pools. Niet heel erg veel, maar een aantal woorden. En er zijn nog wat helemaal verzonnen woorden of woorden die op de een of andere manier voortkomen uit de structuur van de taal zelf, zoals etzino, dat betekent echtgenoten, en kialo, dat betekent het waarom, en dat zijn woorden die op een bepaalde manier de logica van de taal zelf volgen en daaruit voortkomen. Nou, dat is dus één waarom de taal makkelijker is, is dat je de meeste woorden eigenlijk al kent als je een beetje ontwikkelde 19e eeuwse Europeaan bent. De tweede manier, belangrijker manier waarop de taal makkelijk is, het belangrijkste idee daarbij was, nee, er waren twee belangrijke ideeën bij, namelijk geen uitzonderingen. Dus de grammatica van de taal ziet er zo uit, zoals je neemt een grammatica van een bestaande taal en streep alles door waarvan je denkt, ja, waar heb je dat nou voor nodig? Dan heb je zo ongeveer de grammatica van het Esperanto, geen uitzonderingen. En in de tweede plaats, we zien taal niet als een verzameling speelgoedautootjes, waarbij je ieder speelgoedautootje apart leert, maar als een Lego-doos, waarbij je allemaal blokjes hebt en met die blokjes kun je eindeloos veel eigen autootjes maken. Dus geen uitzonderingen, dat betekent, je zegt niet ik ben, jij bent, hij is, ben, is, en dan wij zijn, nog weer een heel ander woord, en dan geweest, nog weer een ander woord. Nee, je zegt mi estas, wi estas, li estas, hij is, she estas, zij is, ni estas, wij zijn, enzovoort. En dus in de tegenwoordige tijd zeg je altijd voor alle personen estas, in de verleden tijd zeg je voor alle personen estis, en in de toekomende tijd zeg je voor alle personen estos. En dat is ook waar voor alle werkwoorden. Dus er is maar één uitgang voor tegenwoordige tijd, dat is as. Sterker nog, alle zelfstandig naamwoorden eindigen op een o. Solidariteit, solidarezzo. Alle bijvoeglijke naamwoorden eindigen op een a. Internazia, eindigen op een a. Alle bijwoorden eindigen op een e. Imperatieven eindigen op een u. Dus bevelen eindigen op een u. Enzovoort. Dat leidt naar het tweede criterium, namelijk je hoeft niet zoveel woorden te leren. Als je het woord solidarezzo kent, dan ken je ook solidarezza, dat te maken heeft met solidariteit. Als je het woord telefono kent, telefoon, dan ken je ook het woord telefona, telefonisch. En bellen, telefonie, dat is de onbepaalde wijs. En dus ook ik bel, mi telefonas, enzovoort. Dus als je eenmaal een zelfstandig naamwoord kent, ken je ook het daarbij horende adjectief. En kun je dat zelfs zo maken als je dat wil. Dat betekent dus, er zijn eindeloos veel adjectieven en zelfstandig naamwoorden die je in andere talen niet hebt, omdat je die nu eenmaal kunt maken zonder dat je die per se altijd zou willen maken. Dus bottello betekent fles. En je kunt een bijvoeglijk naamwoord hebben van fles, bottella, als je wil. Ik ken geloof ik geen andere talen waar je een bijvoeglijk naamwoord hebt zomaar van fles. In het Esperanto kun je dat zo maken. Je hebt dus door een woord te leren, leer je meteen een hele reeks andere woorden. En dat systeem wordt nog verder verfijnd door een ingenieus systeem van voor- en achtervoegsels. Het woord voor jong is in het Esperanto is juna, eindigt op een a, want het is een bijvoeglijk naamwoord. Het woord voor goed is bona,
en gra. En het woord voor gezond is sana. Je herkent ook hier weer de Latijnse, de Romaanse wortels. Het woord voor oud in het Esperanto is maljuna. Mal betekent het tegenovergestelde van wat er nu volgt. Het woord voor slecht is malbona. Het woord voor ziek is malsan. Met andere woorden, door die drie stammen te leren, yun, bon, san, leer je al 6 verschillende termen, want je hebt ook nog tegenovergestelde meteen te pakken. Andere talen, het Nederlands heeft zulke dingen natuurlijk ook, dus we hebben wel ongezond. Alleen, het is niet zo regelmatig. We hebben naast ongezond in de eerste plaats ook nog ziek, maar we hebben onjong, kun je niet zo zeggen. En in het Esperanto is dat systeem dus totaal doorgevoerd. En zo zijn er ook achtervoegsels, zoals oer, wat een persoon aanduidt, zodat een junulo is een jongere, een bonulo is een goedzak en een malsanulo is een zieke. He, dus zelfstandig naamwoorden die een persoon aanduiden, dus bono betekent, bestaat ook, maar dat betekent goedheid, maar bonulo betekent iemand, een persoon die goed is. Nog een achtervoegsel is e, dat een plaats aangeeft. Bakkie betekent bakken. Een bakkerij is bakkeo. Lerni betekent leren. En een school is lerneo. En een malsanuleo is dus een plaats waar een persoon of personen zijn die het tegenovergestelde zijn van gezond. Met andere woorden, een ziekenhuis. Dus met dat is dat idee van die Lego blokjes. Je voegt ze allemaal samen. Je krijgt een betrekkelijk klein pakket van Lego blokjes. En daar kun je al een enorm grote woordenschat op bouwen. En omdat er verder geen onregelmatigheden zijn, dat zou die taal eenvoudig moeten maken. En zo kun je dus als gemiddelde, ontwikkelde, met name 19e eeuwse Europeaan, een tekst goed begrijpen. Tu esti al ne esti. Tiel staras nun la demando. Tu pli noble estes al porti ciuin battoin, ciuin sagoin de la colera sorto? Al sin armi contra la tuta maro da miseroi. Ik heb zelf die taal, deze taal, ooit geleerd als kind. Eigenlijk vooral omdat ik geïnteresseerd was in talen. Het was misschien een vroeg teken dat ik ooit taalkundige zou worden. Tussen in de openbare bibliotheek, tussen de boekjes over Engels en over Frans, stonden boekjes van over Esperanto, uitgegeven door de toenmalige Vereniging van Arbeiders-Esperantisten in het Nederlandse taalgebied, die inmiddels is opgegaan. In die tijd was die Esperanto-beweging in Nederland nog verzuild. Had je een socialistische, een christelijke en een katholieke naast een neutrale beweging. En inmiddels zijn die grotendeels opgegaan in één grote vereniging die Esperanto Nederland heet. Al is een grote vereniging, betekent groot, een grote vereniging in de huidige tijd niet meer dan een paar honderd leden. Ik was geïnteresseerd in die taal en misschien ook wel een beetje in het ideaal. Ik heb de taal toen geleerd uit dat boekje, uit die cursus. En ben er nooit meer helemaal van losgekomen. Er zijn momenten dat ik denk, ik gooi al mijn Esperanto boeken weg. Ik doe ze allemaal de deur uit. Maar het blijft een deel van mijzelf. Dus dan vind ik toch weer dat ik stiekem op mijn zolderkamertje aan het surfen ben naar een website met nieuws over de Esperanto beweging. Nou ja, dat is een beetje mijn persoonlijke geschiedenis erachter. De vraag is nu natuurlijk, wat hebben wij nu in onze tijd hier nu nog aan? Of hoe kunnen we nu nog rechtvaardigen
dat we hiermee bezig zijn. En er is het ideaal. En dat is het ideaal van democratischer communicatie. Communicatie waarin we niet bepaalde moedertaalsprekers het voordeel geven. In de tijd van Zamenhof was er nog geen Engels. Was er wel Frans, maar dat was toch veel meer de taal van een elite dan het huidige Engels is. Engels is toch veel meer een taal van iedereen. Het Engels is vaak ook toch al democratisch. Het komt natuurlijk heel vaak voor dat wij Nederlandstaligen communiceren met, laten we zeggen, Denen of met Chinezen of met anderen in het Engels. En dan zeker als dat dan inderdaad Denen zijn, dan is het niet duidelijk dat er dan iemand per se in het voordeel is. Dat komt dus heel dicht bij de ideale situatie. En toch kun je je afvragen, zou het eigenlijk niet beter zijn geweest als we een taal spraken die echt streefde naar meer eerlijkheid. En die niet die enorme historische last met zich meedroeg van het Engels, al die aanslipsels van I am, you are, he is. Zou dat niet eigenlijk en in essentie beter zijn? Dan kun je zeggen, ja, oké, daar kopen we niks voor. Dat iets uiteindelijk beter zou zijn. Het is in de wereld waarin we nu zitten, is die betere wereld bijna niet te bereiken. Maar die kleine Esperanto-beweging die biedt wel een soort model van hoe het ook zou kunnen zijn. Een model inclusief de problemen die je dan nog steeds ziet. Een van de interessante kwesties vind ik bijvoorbeeld, is dat je ziet dat interculturele communicatie is natuurlijk niet alleen maar taal. Sterker nog, door dezelfde taal te spreken komen sommige interculturele communicatieproblemen, stijlen van communiceren, stijlen van vergaderen, stijlen van zich uitdrukken, alleen maar duidelijker aan de oppervlakte. Het is dus, op zijn minst, is dus die beweging interessant om te bestuderen, om te zien hoe internationale communicatie ook zou kunnen zijn en wat er dan nog steeds problematisch aan zou kunnen zijn. Het is dus op zijn minst interessant om te bestuderen. En dat is ook een andere wat ik van vind. Ik ben taalkundige. En als taalkundige vind ik het een waanzinnig interessant verschijnsel. Veel te weinig bestudeerd. Taalkundigen zijn over het algemeen geneigd om, zoals veel geesteswetenschappers, stiekem een beetje te hopen dat ze ook wel eigenlijk een soort van natuurwetenschappers zouden kunnen zijn en taal te zien als een puur natuurlijk verschijnsel. Iets wat groeit in je hoofd, iets wat groeit in de loop van de geschiedenis, iets wat een levend organisme is of iets wat onderhevig is aan evolutie. Allerlei biologische natuurlijke metaforen worden daarvoor gebruikt. En eigenlijk is het bestaan van het Esperanto daarmee onmogelijk. Eigenlijk is het bestaan van het Esperanto in tegenspraak met wat je meestal leert bij taalwetenschap. Het is eigenlijk, zou het niet mogelijk moeten zijn dat er iemand in de 19e eeuw een taal zit te verzinnen en dat er nu in de 21e eeuw nog steeds mensen zijn die dat gebruiken voor allerlei verschillende soorten doelen, die dat kunnen gebruiken om zich uit te drukken. Dat er zelfs een paar, maar toch, moedertaalsprekers van die taal zijn. Hey Cooper, kie estes via busho? Busha. Kie estes via oreloi? Ola. Kie estes via haroi? Hala. Kie estes via oculoi? Ola. Kie estes via naso? Nasa. Kie estes via lango? Lata. Kie estes via manoi? Mana. Kie estes via umbilico? Umbilico.
Kinderen die van de ouders hebben besloten om die, om soms zelfs dat de eerste taal te maken van die kinderen. Je hebt dan bijvoorbeeld twee enthousiaste Esperantisten van verschillende nationaliteiten die elkaar ontmoeten op een congres en dan verliefd en gezin, kinderen. En die kinderen groeien daar natuurlijk nooit met dat als enige taal. Er is altijd op zijn minst ook de taal van het land waar ze wonen. En vaak zijn het zelfs de moedertalen van allebei die ouders die ook nog een rol spelen. Dus die kinderen zijn vaak meertalig. En Esperanto wordt nooit de taal waarin ze naar school gaan. Dus het wordt uiteindelijk ook niet, vaak niet de dominante taal van die kinderen. Maar het is wel, het kan wel een belangrijke taal zijn. En dat kan eigenlijk niet. Dus het feit, ook hier weer, het feit dat het bestaat, is op zichzelf gewoon in allerlei opzichten waanzinnig interessant. En ik ben ooit, lang geleden, 20 jaar geleden, was ik aan de Universiteit van Amsterdam hoogleraar interlinguïstiek en Esperanto. Interlinguïstiek is de studie van internationale taal. Problemen en ook trouwens van de oplossing die kunsttalen daarbij zouden kunnen bieden. En dat ben ik inmiddels al lang niet meer. Maar het is, ik blijf denken dat het een onderwerp is waar we meer over zouden kunnen nadenken. Het is helemaal niet nodig, denk ik. En misschien zelfs niet eens wenselijk dat iedereen die taal per se leert. En deze concrete taal heeft allerlei problemen. Het is bijvoorbeeld heel erg een Europese taal. Dat blijkt uit alles wat ik heb gezegd. En daarmee voor ons huidige wereldbeeld misschien niet eens de allerbeste oplossing voor internationale communicatie. Maar het is wel een waanzinnig experiment geweest van honderden, duizenden, tienduizenden mensen gedurende, ja wat is het, 130, 135 jaar, dat een grote erfenis voor ons is. Een erfenis waar we veel van zouden kunnen leren. Maar het biedt ons dat rare ideaal van die rare dokter Zamenhof en de geschiedenis die daarop volgt en al die boeken die er geschreven zijn, al die congressen die er zijn geweest, die bieden een interessant inkijkje in een alternatieve wereld. Zo had het ook geweest kunnen zijn. Tjies. Yeah.